In deze video ga ik de toepassingen laten zien van de huidrotstop, de Bolivia houtvuller 4 uur en de snelle 30 minuten. Leuk dat je kijkt naar deze video van Bolivia. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je het beste houtrot kan saneren. Ik heb hier voor mij een stuk hout waar houtrot in voorkomt. We gaan een stukje vullen wat is uitgezaagd. We gaan frezen en we gaan de windschurken gaan we vullen. Houtrot is een rottig probleem en het komt eigenlijk doordat er een overtollig vochtgehalte is waardoor het hout gaat rotten. Belangrijk is dat je het houtrot weghaalt tot aan het gezonde hout. Dat kan je de mate van zagen, frezen, windschuren wegfrezen met een naaldfrees, tot aan het gezonde hout. Vervolgens kun je het met een houtrotstop kun je het impregneren om het houtvocht weg te laten. En daarna kun je hem gaan herstellen met de Bolivia houtrotvuller. Wat belangrijk is bij de beginstap is als je hebt uitgefreesd, dan zie je altijd nog wat spanen zitten. Die hoor je weg te schuren, zodat je een klein beetje een ronde kant krijgt. In tegenstelling tot andere producten is het met Bolivia niet noodzakelijk om de binnenzijde af te schuren. Je hoeft alleen maar de randen af te ronden en dan kan je beginnen. Zo, stoffertje bij. Zo zie je dat nu de spanen rondom verwijderd zijn. Dat is een belangrijk item. Gaan we hier in de hoeken een klein beetje glad schuren, zodat we een goed vlak krijgen. Dit is meer dan voldoende. Stoffen en klaar. Goed, dan gaan we nu beginnen met het houtrotherstel. Wat belangrijk is, wat ik al aangaf, is dat je eerst zorgt dat je houtrotstop gebruikt. Een impregneer om het vocht uit te sluiten in de reparatie. Hoe doen we dat? We hebben een A en B component ervoor en dat is een 1-op-1 verhouding. Het mooie daarvan is, één dopje van die, één dopje van die, gooi je in de mengbeker, je mengt het door elkaar en je kan het verwerken. Een belangrijk item is goede handschoenen gebruiken. Nitriel handschoenen, omdat je met de epoxy werkt, is het altijd veilig en gezond om handschoenen te dragen. We gaan nu het materiaal aanmaken, de A en B component. Wat ik al aangaf, is dit materiaal zeer geschikt, heel makkelijk verwerkbaar en ook heel makkelijk te doen. Eén dopje van deze, draai hem weer dicht. En één dopje van deze. Gooi je bij elkaar. In het bakje. Je pakt het kwastje waar je mee verwerkt. Je gaat hem even goed door elkaar rustelen, zodat de twee componenten goed met elkaar in contact komen. Als je hem dan hebt gemengd, haal je het overtollige van de kwast af en dan kun je gaan impregneren. We beginnen met de middelste. Je zorgt dat je hem overal goed benat, zodat de vochtintreding uitgesloten is. Het mag er een beetje omheen. Bij deze zorg je dat de binnenkant en de zijkanten goed benat zijn, zodat de vochtintreding uitgesloten is. Gaan we nu verder met de windschuren. Dus goed, de kwast erin. Je kan het ook goed zien. Doordat deze benat is, is die wat donkerder van kleur. En hierboven moet er nog geïmpregneerd worden, is die wat lichter van kleur. Dus als je goed en benat, dan zie je dat hij wat van kleur verandert. Nadat de houtrotstop gedroogd is, kunnen we gaan beginnen om het af te vullen. De verhouding van de houtrotvul is AB 1-op-1. Je hebt een gelijk aantal slakken die je neerlegt. Het is belangrijk dat je de twee componenten goed met elkaar vermengt. Dat heeft namelijk te maken als je hem niet goed mengt met elkaar, dat de droogtijden niet meer goed zijn. Hier kan je goed zien dat het niet goed gemengd is. Je hebt de donkere kleuren, de lichte kleuren. Dus dat is nog niet goed.
gaan nu zorgen dat het materiaal goed met elkaar vermengd is, voordat we hem kunnen vullen. Als die goed gemengd is, kan je dat goed zien aan de kleur, dat hij helemaal homogeen van kleur is, zoals hier zichtbaar. Een ander belangrijk item is, omdat het een wat smeuiger product is, is dat je hem goed ontlucht om luchtinsluiting te voorkomen in je reparatie. Hoe doe je dat? Dat is eigenlijk een heel simpel manier voor. Je drukt je plamuurmes op je mengbord en je strijkt het materiaal vlak, totdat je een vast geheel krijgt zonder luchtbellen. En nou is die klaar voor gebruik. We gaan nu de reparatie gaan we vullen. Het is belangrijk om de reparaties eerst aan te branden om de luchtinsluiting van de reparatie ten opzichte van het hout uit te sluiten. Hoe doen we dat? We pakken een klein beetje materiaal en we zorgen dat we hem overal raken. Dat hij overal met materiaal geraakt is voordat we hem volledig afvullen. Als dat helemaal gedaan is en je hebt overal niks geraakt, kunnen we beginnen met het geheel af te vullen. We beginnen vanaf deze kant. Beginnen we hem op te vullen. Het voordeel van dit materiaal is dat je hem kan afsnijden en al recht kan maken. Ik heb liever een hulpstukje erbij, een modelleerstrip. Waarom gebruik ik de modelleerstrip? Dan heb je altijd in je reparatie een rechterkant. Je brengt de modelleerstrip aan en door het plexiglas kun je zien dat de reparatie wel al dan niet gevuld is. Zodat je nooit een luchtinsluiting krijgt met je materiaal. Je strijkt hem af. Je haalt het overtollige. Hou je ervan af. En als de reparatie uitgehard is, kunnen we gaan schuren. Vervolgens pakken we deze. Ook bij het uitfrezen zorgen dat je hem aanbrandt. Het aanbranden is best belangrijk om die luchtinsluiting weg te hebben. We hebben de reparatie aangebrand en zijn nu klaar om hem af te vullen. Je zorgt dat hij goed gevuld is en afgestreken is. Zorg ervoor dat hij iets dikker is gevuld, omdat we hem altijd op maat kunnen schuren. Dat is het grote voordeel van dit materiaal, is dat je materiaal op maat kan schuren om een vlakke ondergrond te krijgen. Zo laten we hem drogen om vervolgens de volgende stap uit te voeren. We kunnen nu de windschurken gaan vullen met de 30 minuten Bolivia houtrotvuller. Dat gaan we doen in de windschurken. Het is een 2-in-1 koker, oftewel de A en de B componenten zitten in één koker. Wel zo makkelijk. We brengen het materiaal aan op het mes. We halen het overtollige netjes af. En dan kunnen we gaan mengen. Wat belangrijk is met het vullen van windschuren, is dat die helemaal tot aan de kern toe gevuld is. Dat kan je op één makkelijke en belangrijke manier doen. Je zorgt dat je eerst de windschuren helemaal voorziet van de eerste laag materiaal. Gewoon goed te indrukken. Al het materiaal erin zit. Vervolgens haal je het overtollige eraf. Daarna doe je nog een laag eropheen zetten, een dikke laag. En nu komt de clou. Doordat je gaat duwen op je mes, komt de reparatie omhoog, de luchtbellen komen omhoog en hij blijft gewoon meteen helemaal goed gevuld. Nou is hij tot aan de kern toe helemaal afgevuld. Nu we alles hebben afgevuld, rest ons nog één ding en dat is het vlak schuren van het materiaal. We zullen als eerste het perspex plaatje eraf halen om aan de voorkant goed recht te krijgen.
Dat doen we gewoon met de hulp van het stopmes. Zetten we er langs en dan een beetje flikken en dan komt hij vanzelf los. Zodat we kunnen gaan schuren. Een van de grote voordelen van Bolivia houtvuller, de 4 uur, is dat hij van transparant ook op kleur gemaakt kan worden met de universele mengpasta van Colorex. En het kan een groot voordeel zijn voor de dekkracht, voor het schilderwerk. We gaan nu de kleur toepassen. Belangrijk is dat je een kuiltje erin maakt. Dan pakken we de kleurpasta erbij. En een paar druppeltjes is genoeg om hem te kunnen aankleuren. Ik zal hem mengen, bemessen, zodat je ook heel goed kan zien hoe de kleuracceptatie is. Sluiten hem en gaan we hem erin zetten. De kleuracceptatie is heel snel bij dit product. Hij komt heel snel op kleur. Eenmaal op kleur kan je hem toepassen. En dan heb je nog groene kleur. Het belangrijke van het geheel is dat je altijd zorgt dat de houtvuller eerst goed gemengd is met elkaar voordat je de kleurpasta toepast. Dan kan je goed zien of het mengen goed is gegaan. We gaan nu de rode pasta toevoegen. Dan gaan we hem nu rood maken van kleur. Ook hier geldt weer bij, een aantal drupjes is meer dan voldoende om een mooie rode kleur te krijgen. Ook bij rood zie je dat dat gewoon heel snel geaccepteerd wordt door het materiaal. Zie hier de rode kleur. Colorex heeft meerdere kleuren in het assortiment die fantastisch te mengen zijn met de Bolivia houtvuller 4 uur. Bedankt voor het kijken. Wil je nou ook een kozijn herstellen met Bolivia? Bekijk dan de website voor het dichtstbijzijnde verkooppunt bij jou in de buurt.